Ja, dan is het nu weer zo'n beetje tijd ervoor, zal ik maar zeggen. U voelt hem al opkomen natuurlijk. En u zit er ook waarschijnlijk allemaal weer op te wachten. En terecht, want hier komt hij dan weer. Hier is de minuut van Ruud. Ja, dames en heren, daar ben ik weer, hè. Nou, wat een succes is het weer, hè, dit jaar, hè. Het is nog meer als vorig jaar, hè. Heel het land is er weer gek mee, hè, met Ruud, hè. Ik heb nou van alles, hoor. Ik heb winkelopeningen achter mekaar. Ik had er van de week ook nog een. Er was het journaal, was er nog bij. Nou, dat was ook weer een drukte en een succes, hè. Ach, wat gingen de mensen tekeer, hè. Ja, ik heb niet gehoord wat ze allemaal riepen, hè. Daar ben je te druk voor, hè. Nou, en in de Tweede Kamer is het ook weer gedoe van alles wat, hè. Ja, dan zijn ze jaloers, hè, dat ik zo populair ben, hè. Vooral die Deetman, hè, die kunnen niet uitstaan als ik even het woord neem, hè. Nee, van de week ook weer. Weet je wat er toen gebeurde, van de week? De vergadering is geopend. Het woord is aan de minister-president. Meneer de voorzitter. Het lijkt me verstandig de vergadering thans te onderbreken. En te schorsen tot 2:15. De vergadering is geschorst. Lullig, hè. Vind je er nou niet lullig van zo'n date, man? Dat is toch niet leuk, hè, van die man, hè? Ken ik niet om lachen, hè. Maar krijg hem nog wel een keer. Want ik maak momenteel reclame, hè. Ja, ze hebben mij ook gevraagd voor reclamespotjes. Jazeker. Ja, zat er dik in natuurlijk, omdat ik zo populier aan het worden ben, hè. Nou, mijn eerste spotje komt volgende week donderdag. Ik zal hem vast even laten zien. Zeg het eerlijk, hoeveel drink jij eigenlijk? Geinig, hè? Vind u ook niet? Geinig. Maar goed, we kunnen niet blijven lachen natuurlijk. Dus ik ga weer afscheid van u nemen met mijn wekelijkse kreet. Ook namens Ria en de rest van de regering. Tuut, tuut, tuut. De groetjes van Ruud. Geinig, hè?